Ja. Ja. Ja, das ist wirklich fun. Ja, ist gut. Okay. Welkom terug in de beurs van Berlage. Aangeschoven zijn Rogier Schaink en Steven Smits. Jullie gaan straks hier op het podium van Vodafone, zeg ik er eventjes bij. Jullie staan straks hier op het podium met de titel Power to the Prepaid People. Jongeren betrekken bij je merk. Begin ik even bij de oudste. komt dit uit jouw koker? Ja, probeer iets dichterbij. Oké, het komt uit onze koker. Ja, we zijn als bedrijf, als Vodafone nu... Wat drie kwart jaar bezig om een jeugdsegment te bouwen. Dat noemen we inmiddels een jeugdsegment. En daar is dit onderdeel van. Ja, hoe praat je met jeugd? Ja. Ja. En wat in dit geval een jeugdsegment, betekent dat een aanbod wat vanuit Vodafone interessant is voor de jeugd? Of wil je daar meer dingen omheen doen? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja. Nou, in eerste instantie is het gericht op prepaid. Een deel van de jeugd zit nog steeds op prepaid. We zien wel een verschuiving daarin. Er is nu nog niet een specifieke jeugdpropositie. Eigenlijk de hele campagne, waar straks ook het verhaal over gaat, hier op het grote podium, is hoe kom je in contact met die groep? Hoe zorg je voor eigenlijk consideration en awareness? Dat is waar het in eerste instantie om gaat. Ja, jullie doen samen de presentatie. Jij bent jong, jij bent iets jonger. Hoe kom je in contact met die doelgroep? Wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben is met name gebruik gemaakt van influencers, YouTubers, die zeer populair zijn onder jongeren. Dat is natuurlijk een opkomende trend. En we hebben eigenlijk hen ingezet om onze jongere doelgroep te kunnen blijven bereiken. Samen met natuurlijk een mediastrategie waarin je de populairste social media kanalen gebruikt waar jongeren gebruik van maken. Is ons grootste aandeel geweest door het gebruiken van influencers. Ja. Dus zo kom je met ze in contact. Maar zijn jullie al op die manier met ze in contact dat je dat wat helpt bij de diensten die je bedenkt of de dingen die je doet? Dat is een lastige vraag. Kijk, de diensten die ontstaan natuurlijk uit de wens van de consument, in dit geval jongeren. En wij luisteren ook heel erg naar wat zij willen. Ook met ons loyaliteitsprogramma proberen wij wel zoveel mogelijk aan de wensen te voldoen van onze jongeren. Alleen toen het product vorig jaar geïntroduceerd werd, is het specifiek voor gekozen om het op jongeren te richten. Ik weet niet zeker of dat ook uit de behoefte van de jongeren gekomen is, maar wij merkten dat er veel gebruik gemaakt werd van prepaid onder jongeren. Dus toen hebben we onze campagne voor ons nieuwe prepaid product daadwerkelijk ook op jongeren gericht. Voor het eerst daadwerkelijk een campagne gemaakt, echt gericht op jongeren. En hoe ziet een campagne voor jongeren eruit? Een campagne voor jongeren ziet eruit door een misschien wat jeugdige stijl te hanteren. Maar het belangrijkste, het haalde Rogier net al even aan, het gebruik van influencers. We hebben het destijds Power to the Prepaid People genoemd. We geven eigenlijk voor een deel de regie uit handen. Oproep gedaan door de Cinemates op een goed moment. Hun volgers vroegen wie wil de nieuwe commercial voor Vodafone maken. Dat is eigenlijk hoe het eruit ziet. Ja, ja, ja. Dat is hoe je... dat contact legt, de regie uit handen geven. Wij zijn een groot merk en de jeugd luistert niet naar een groot merk. Wil helemaal niet worden verteld wat ze moeten doen. Nee. Dus ja, dat is hoe we er eigenlijk mee zijn gaan spelen. Later hebben we er Snapchat aan toegevoegd. Een Snapchat crew gelanceerd. Ook een kanaal, heel erg gericht op jongeren. Ze willen niks missen. Nou, Snapchat is, het is er maar even, een snap. Ja. 24 uur lang. Dus die kids die checken continu dat Snapchat. Nou, we waren het eerste merk, ik denk het eerste merk op dat moment. We waren het eerste merk in Nederland dat actief daar een campagne voerde. Ja, en een kanaal opende. Dus ja, dat zijn de manieren waarop je met elkaar in contact komt. Hoe je de jeugd zoekt. Ja, je zegt de prepaid people, ze gebruiken veel prepaid. Maar is dat ook wat ze willen gebruiken of is dat omdat ze geen geld hebben? Ja, nou dat is een moeilijke. Wanneer ze op de lagere school zitten, is het een beheersbaar iets. Hè? Prepaid, je krijgt van je ouders een tientje, mag je opladen. Dus ouders geven ze een prepaid. Op een gegeven moment worden ze groot gebruiker of ze gaan meer gebruiken. Gaan naar een middelbare school, krijgen ze vaak een abonnementje. Maar er zijn verschillende bewegingen. Het kan ook zijn dat je gedurende je studententijd, omdat je minder geld hebt, weer voor prepaid kiest. Invul, de jeugd is... voor een deel op prepaid. En we zien ook een verschuiving. Hè? Meer en meer gaat het richting abonnementen. Desalniettemin, een groot gedeelte is nog steeds vrij jong. Ja.
je zegt deels in gesprek komen met die jongeren. Wat heb jij ervan geleerd? Best een heleboel. Ik zou bijna zeggen, kom zo meteen even naar de presentatie kijken. Oh, ja, leuke feitjes. En, ja, wat heb ik ervan geleerd? Dat als je 43 bent zoals ik, dat je eigenlijk je mond moet houden. Want jongeren laten zich ook door ouderen niks vertellen. Dat influencers een gigantisch bereik hebben, die YouTubers. Ik sta nog steeds af en toe te duizelen van de aantallen views. Wat bijvoorbeeld een PewDiePie, dat is een van de grootste YouTubers. Die heeft geloof ik 12 miljard views. Ja, dat heb ik geleerd. Dat is beyond alles wat mij betreft. Ja. Ja. Zit er dan, als ik het aan jou vraag, jij bent, begrijp ik, 27, hè? Ja. Was het. Er zit alweer een hele groep, hè, die van 10 jaar jonger, die zijn eigenlijk alweer heel anders opgegroeid dan jij, ja, zou zeker. Ik willen zeggen. Ja, met, ja. Met internet, ja. Bijvoorbeeld. Zit er alweer een verschil in die 10 jaar? Ja, dat denk ik wel. Er bestaat de jongeren van tegenwoordig. En ik schaar mijzelf graag nog onder de jongere doelgroep, maar ik hoor er eigenlijk niet meer echt in. Die zijn veel creatiever. Die gaan op een veel jongere leeftijd daadwerkelijk het creëren. Die gaan video's maken, die gaan audio maken. Die weten precies hoe je moet editen, hoe je geluidsfragmenten mooi in elkaar krijgt. Dus zij zijn op... YouTubers zijn hun rolmodel geweest. Waar voor mij artiesten dat waren, zijn YouTubers dat voor hen. Zij zijn, YouTube bestaat 10, 11 jaar en zij zijn daar letterlijk mee opgegroeid. Op de basisschool keken zij dat. Terwijl ik zat te gamen of tv keek, is YouTube waar zij mee opgegroeid zijn. En dat wilden zij ook. Net als dat ik vroeger zanger wilde worden, willen de kinderen van nu YouTuber worden. Ja. En op verjaardagen zie je cameraatjes voorbij komen van kleine kinderen die zitten te vloggen. Dat gebeurt er nu. Ja. Dus het is een veel meer, het is de generatie die na mij komt, is een generatie die maakt, die dingen creëert. Ja, terwijl ik een generatie ben die graag consumeert en graag wat meer zou willen creëren. Ja, dat, ik speelde dus met Lego. Nou ja, dat was ook creëren dus. Ja. Hè? Dus in die zin is de cirkel weer rond. En dat doen ze nu met Minecraft, de Lego van nu. Ja. Als je zegt van ze creëren meer, als je creëert dan kan je ook weer minder consumeren. Maar dat doen ze, het laatste doen ze ook wel, toch? Ja. Is dit model van met je publiek eigenlijk werken aan een product of beter leren van, is het voor jullie ook toepasbaar eigenlijk op, je doet het nu met de jeugd, maar is dat eigenlijk is het hele bedrijf dan eigenlijk meer gaan doen of meer aan het doen inmiddels? Nee, nog niet. Nee. Nee. Ik denk dat je ziet wel een verschuiving dat we meer en meer proberen om onze proposities aan te passen eigenlijk. We zijn ons veel bewuster van de wensen van het publiek. Maar dit co-creëren eigenlijk samen met deze jongelui. Nee. Je zou kunnen zeggen, telecombedrijven zoals jullie hebben in die zin niet iets om van te houden, behalve van de prijs en van de hoeveelheid die je voor die prijs krijgt. Hè? Dat is wat het is. En die concurrentie is dan hard. En die concurrentie is, wie biedt mij op dit moment meer? Is deze manier voor jullie een methode om de band te versterken? Ja, absoluut. Om in ieder geval, het is niet zozeer de band versterken, om een band proberen aan te gaan. Ja. Ik denk dat een telecom provider, even heel oneerbiedig, kun je ook zien als iets inwisselbaars. Ja, een betere prijs, een dikker toestel, ik ga weg. Nee, wij willen veel meer vanaf het moment dat je nog bij je ouders woont of op de basisschool zit. We willen de gezinnen, de jeugd meetrekken in die journey. En daarom is dit ook belangrijk. Ja, dit zijn... We willen eigenlijk in een beginfase awareness creëren op een hele sympathieke manier. En niet te commercieel, zeker niet richting een jonge doelgroep. Zodat ze later ons zouden overwegen als provider. Ja. En ze hoeven nog niet eens van ons klant te zijn om onze stories te volgen bijvoorbeeld. En we doen ook genoeg dingen voor jongeren die geen klant van ons zijn. Zodoende proberen we eigenlijk in een soort overwegingsproces te komen. Nou ja, dus het is in die zin zit er voor jullie in dit traject... Kijk je eigenlijk meer naar hoe kijken de jongeren naar ons dan hoeveel abonnementen of hoeveel prepaid kaarten verkopen waren? Ja, klopt. Onze doelstellingen zijn gericht op awareness en consideration. Ja. En als je dan kijkt naar de cijfers, die groeien iedere week nog.
En dan hebben we het over het aantal views dat we hebben op ons Snapchat-account. Maar ook de kwalitatieve feedback die binnenkomt in de vorm van snaps van mensen die, waarvan we niet weten of ze wel of geen klant zijn. Die zijn super positief. We hebben eigenlijk 99% positief sentiment op ons Snapchat-account. En voor een social medium is dat ongekend hoog. Is Snapchat jullie belangrijkste kanaal? Snapchat is het kanaal waar we het actiefst op zijn voor jongeren. En als we dan kijken naar, naar hoe kunnen we daadwerkelijk nog de businessdoelen behalen, dan gebruiken we veel Facebook-advertising onder jongeren om zo toch onze hardere doelen te behalen. En hoeveel jongeren bereik je op Snapchat? Op Snapchat zitten we nu op zo'n 15.000 jongeren per week die bereikt worden door onze stories. Ja, wat voor soort stories zijn dat? Stories worden gemaakt door onze Snapchat-crew. Die hebben we gevonden afgelopen zomer nadat we een soort casting-traject zijn ingegaan op zoek naar het grootste Snapchat-talent van Nederland. Dat zijn Quinn en Mitchell, dat is een duo. En zij maken op donderdag en op vrijdag altijd stories voor ons rondom het loyaliteitsprogramma van ons prepaid product. Klinkt een beetje vreemd nu, maar het loyaliteitsprogramma is dat er 3 deals zijn op vrijdag. Alleen op vrijdag beschikbaar voor 24 uur. En gedurende die 24 uur dat die deals beschikbaar zijn, staat ook onze story op Snapchat Live. Het komt goed met elkaar overeen. En die stories die gaan over de deal. Of het is een longboard wat ze kunnen winnen. Of een GoPro. Of een tripje of een skitripje of zo. En dan zorgen wij gewoon dat onze Snapchat crew daadwerkelijk met een longboard of een GoPro of naar die skihal gaat om daar stories van te maken. Dus het is altijd gerelateerd aan het loyaliteitsprogramma. Je zegt, ik ben 43, naar mij luisteren ze niet. Maar wat vind je van Snapchat? Wat vind ik van Snapchat? Ik zat er al een heel kort tijdje op, voordat wij ermee begonnen. Ik snapte het niet. Serieus, mijn kinderen snappen dat heel goed. Legden mij dat uit. Ik vond het niet heel intuïtief. En op een gegeven moment, als je het een beetje doorkrijgt, de handigheid erin krijgt, leuk. Heel erg leuk. Maar nogmaals, ja, daar is een generatiekloof. Ja. Dat is er. En het boeit mij niet zoveel. Dat snelle, dat verhaal. Maar ja, als je daarmee opgroeit. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Veel succes straks hier op het podium. Dankjewel. Jullie bedankt nu voor het kijken. We hebben nog 2 interviews hierna als je nu live kijkt. Kijk je on demand, dan kun je het natuurlijk via Facebook en via YouTube en via de sites van Immerse en Fast Moving Targets terugkijken. Tot straks.